bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Goedemorgen. Wat is er? Ja, dat zie ik, ja. Wat kijk je nog steeds? Ja, er gaat een spin op de muur. Nou in. Oh, nou sneller. Jongen, jongen, jongen. Wat ben je aan het eten? Ja, wat is dat? Filet Americano. Ah, filet Americano. Oh, lekker. Goh, nou ja. Hé, hey, vrijdag, zo meteen naar school. Nog plannen onderweg? Wat moet je allemaal doen op school? Gewoon werk afmaken en zo. Oké, moet nog veel werk? Nee. Oké, nou, dat is wel een goed teken. Dus dan is het weekend. Ja. Yeah. Nou goed. Gaan we even lekker eten en gaan we zo even kijken. Verkouden nou, is dan weer pijnlijk. We fietsen alweer. Ja. We hebben het even over de testen. Ja. Want Sonja gaat zich zo meteen even laten testen. Ja. Die was niet helemaal lekker, nee, dus die heeft een afspraakje. Niet zo heel ja. Lekker, dus even. Ik laat ze testen vandaag. Dus maar goed, jij hebt nog nooit getest. Nee, maar ik zou het ook niet erg vinden. Je zou het ook niet erg vinden? Nee. Een stok in je neus. Ik weet dat ze minder diep gaan bij kinderen. Oké, okay, ja. Bij hun neus, dus. Ja. Ja, ik weet niet, ik zou het niet echt erg vinden. Nou, dat is een goede insteek, dat is heel goed. Dat moet je ook zo in je gedachten houden natuurlijk. Dus, ja. Ja. Maar goed, dat is bij jou nog niet te sprake. Nee, bij jou al wel één keertje. Ja, wij zijn natuurlijk één keer geweest natuurlijk. Ja. Dus dat is wel leuk. Hier komt Lucas. Ja, hier komt Lucas, die fiets voor ons. Ja, goed. Hoi. Dus, ja, en mama die heeft het ook niet gedaan. Nee, die heeft ook niet hoeven laten testen. Maar ja, waarschijnlijk is voor meteen iedereen eens een keer getest. Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk ook dat het niet positief is. Nee, dat is weer het belangrijkste. Ja, want anders hebben we nu flinke schade gemaakt. Ja, ja. Want ik ga ook gewoon naar school, omdat het niet echt preventieve klachten is. Ja. Wat ze had, dus. Ja. Ja. Ik weet ook niet of ik thuis moet blijven of niet. Nee, als jij geen klachten hebt verder. En in principe zijn natuurlijk persoon je niet echt klachten. Nee, maar ze ja, zit nog niet lekker in de velletje. Maar als ze het wel heeft. Ja. Ja. En anders, dan is het sowieso al gemaakt. Want ik heb er al die tijd gezien en ik ben ook gewoon altijd naar school geweest. Ja. Dus het is echt heel apart. Maar jij hebt wel mondkapjes bij je, toch? Ja. Dus bij twijfel kan je ook een mondkapje op doen. Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, alsnog is dan de schade alsnog gemaakt. Ja. Want het kan natuurlijk ook al gewoon andere keren zeggen. Ja, zeker. Dus alsnog is dan de schade al gemaakt. Dat klopt. Dus dat maakt dan niet meer uit. Nou ja, goed. Hey, wil je rijden naar school? Ja. Rij je in de file? Ja. Ja, het is druk zeg. Zijn er veel op de fiets? Ja, nou ja. Nou ja. Dan wens ik jou een prettige schooldag. Yes. Vanmiddag paardrijden. Het weekend gaan wij de nieuwe krabpaal voor de nieuwe poes in elkaar zetten. Ja. Die is binnen. Ja, want we moesten sowieso al een nieuwe krabpaal. Ja, we moesten een nieuwe krabpaal. Dus nou, die is er nu. En voor de kitten. Ja, dus dat is ook goed. Ja. Dus nou, dat is mooi. Ja. En dus die gaan we het weekend in elkaar zetten. Ja. Ik ben benieuwd. Dus het wordt helemaal voor leuk. Wordt een leuk weekend. Ja. Vrijdagmiddag. Yes. Op naar de paarden. Yes. Let's go. We gaan. Woehoe. Nou, je bent erop. Yep. Is het wel zo dat we vandaag doen we geen paardenvlogje even maken. Ja. Hè, want de manege had weer even wat problemen met filmen. Dat is altijd wel een keer up en down. Ja. Dus, dit keer geen GoPro. Dit keer hebben we dus geen GoPro. En nou ja, dan doen we het even een keertje zonder. Ja. Dan gaan we even hier een discussie voeren. En dan gaan we even kijken hoe we. Ja, het is maar balen natuurlijk. Ja, ik vind het ook al. Maar goed, dat gaan we komen. Maar ja. Wij moeten hier naartoe. Nou, oh gaan we even zitten. Komt de koetsje. Mooi. Nou, er kwam even een koetsje voorbij. Ja. Maar vertel eventjes. Dus dan doen we het nu eventjes niet. Nee. En dan. Hallo. En hallo. En dan gaan we eventjes hier kijken. En dan komen we zelf weer op dat andere. Gaan oplossen. Ja, want er zijn er wel genoeg die het wel leuk vinden. Je rijdt vandaag op Pippi? Ja. Oh ja, Pippi. Ja, ik heb een beetje te doen. Oké. Nou, dat doe je prima. Dat gaat hartstikke goed. Nee. Nou. Komt. Gaat hij goed? Ja, hij wil dus nog eten natuurlijk. Oké, hier nog een hapje dan. Even lekker hapje nemen.
Ja. Ja, oké, okay, cool. Ja. Zo, ging het goed? Ja, 0 keer. 0 keer wat? Gevallen. 0 keer eraf gevallen, oké. Okay. Ja, even zo, rustig. Ja. Geef mij maar, laat ik hem vasthouden. Zo, dan kan jij hem anders, dan gaat hij even gras eten. Ja. Hooi heten, bedoel ik. Ja. Dan kan jij nu even rustig. Het is ook zo droog gras, dus. Oké. Okay. Ah, oh, het is zo strak. En ik weet het zelf zit op de nek. Waar zit het zadel? Op de nek. Oh, oké. Okay. Maar dat bij elke popperpipi gaat het steeds erger. Oké. Okay. Hij moet even anders zadel eigenlijk. Oké, okay, ja. En hij moet zijn deken om, hè? Ja, kan jij die zeggen? Ja, leg maar even neer. Ja. Waar is dat er? Ja, leg maar even de grond. Zo. Ik ga je deken doen. En dan die andere. En dan moest je hem van boven. Ik dacht dat er een pony achter was, dan was die hooibaan. Oké, okay, dan moest je hem van boven naar van onder, hè? Van voor naar achter. Zo? Ja, dit is de achterkant toch? Ja, zo, ja. Zo. Oké. Okay. Hi. Oh, nou. Ja. Opletten. Zo. Ja, opletten. Ja. Oh, lekker. Ja. Ja, is het vast. Ja, dat maakt niet uit. Maar ik kan ook scherp. Dan loop je om deze kant. Ja, dat maakt niet uit. Dan wacht je eventjes. Ja. Doe eventjes een teug aan het hoofdstelf. Ik wacht het niet zo, maar ja, het hoofdstelf. Ja, eerst het hoofdstelf even. Dan kan ik loslaten. Ja. Oké. Okay. Heb je? Zo. Kan je even wat zadel doen? Zo. Ah, nee, maar altijd mag doe eerst het hoofdstel. Nee, mag niet in de kooi staan. Oh, oké. Okay. Nou, dat doe je. Ja, ja, het hoofdstel. Ja, ik heb nog wat van. Ga vast. Hallo, Tinkertje. Lekker, hè? Ja, even lekker. Even eten. Heb je honger? Ja. Nou, nog even binnen, dan denk je. Zo. Heel goed. Maar het is goed gegaan dus. Ja. Nou, lekker. Very good. Very good zelfs. Ik ben nu ook weer afgevallen. Ja. Ook een uitzondering. Ja, nou zeg dat. Op de andere tijden ben ik er bijna gewoon elke les. Ja. Was het een mooie valpartij? Ja, dat is nu de vraag natuurlijk. Hoe komt dat dat het nu goed ging? Ja. Ik denk gewoon dat het beter gaat nu. Oké. Okay. Ik merk het zelf wel dat ik beter blijf zitten. Ja. Door gewoon. Oké. Okay, ja, ja. Gewoon beter naar achter te zitten. Ja, dat kan. En dat helpt echt. En wat bij mij ook werkt. Ja. Is één hand aan de teugel en één hand gewoon in. Ja, omhoog. Ja, ja. Het helpt bij mij echt heel erg. Door gewoon zo te rijden. Als ik ga bokken, ja, dan gewoon dat doen. Ik kan nog veel beter blijven. Beetje iha, iha. Ja, dat. Beetje rodeo rijden. Ja, zoiets. Ik weet ook niet wat het is. Maar dat werkt wat beter bij mij. Nou, ik heb nog even navragen gedaan, maar niemand hier heeft de kinderen. Die vindt het allemaal leuk omdat ze juist in de video willen. Dus ik snap niet. Wie zou het dan geweest zijn? Wie dat dan geweest kan zijn. Maar goed, aan de manege-eigenaar. Je laat jezelf op deze manier wel kennen. Ja. Nee. Hier sta ik al. Ja, zit ie? Ja. Nou. Alright. Dat kan je. Op het. Eet smakelijk. Zit er nog iets? Ja. Elastiekje. Ja, oh ja. Sure. Ja, die heb je even uit, ja. Dan moet je die maar mij geven. Ze
Lukt het? Ze heeft hem echt super goed ingehaald. Ja, dat moet ook. Je moet het doorheen halen. Ja, zo. Ja, geef die maar mij. Ja, oké, okay, geef maar aan mij. Heel goed. Zo. Hop, in mijn zak. Nou, doei doei, eventjes zo. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. We zitten in de auto. We zijn weer op pad. Ja, we gaan naar oma toe. Ja. Want oma wil daar iets veranderen. En vandaag komt er iemand kijken. Oké. Okay. Dus daar gaan we even naartoe. Even een tuinman. Ja, tuinman gaat even kijken. Tuinman gaat even kijken. Ja. Naar haar tuin en hoe en wat. Ja, we gaan het zien. Oké, okay, nou, ben heel benieuwd. Daar weg naartoe. Yes. Je bent er? Yep. Kopje voor? Ja. Heel goed. Let's go. Ja. Let's go. Vertel maar eventjes. Oma die gaat het niet doen. Wat gaat ze niet doen? Vertel even. De tuin. Want? Vertel me. Ze vindt veel te veel geld. Want die meneer is al geweest al net? Ja. Ja, die meneer is geweest? Ja. Ja, dus... Ze vindt het echt veel te veel geld. Ja, ik zal hem even omdraaien. Sorry. Ze vindt het iets te veel geld. Ja, die meneer is net geweest. En die meneer die vraagt €3000 ervoor. En dan wil hij eigenlijk wat doen. Ik zal even laten zien. Hij wil dus deze plantjes. Die moeten dan allemaal daar komen te staan. Dan wordt dit zo doorgetrokken hier. Allemaal stenen. Hier ook een steen. Die mag eruit. Die mag eruit. En de bananenboom moet blijven. Nu in rust. En dit wordt dan bordeszoom. En dat zo. Maar die meneer die vraagt er €3000 voor. Dat is wel heel veel geld. Vindt oma. Dat vindt oma. Ja, dat is ook zo. Het is ook wel veel geld. Maar dat geld heeft ze niet. Niet voor de tuin in ieder geval. Dat staat voor de deur. Ja. Ja. Dus die zit nog even te kijken over dergelijk. En dan ja, die steentjes die moeten dan doorgevoerd worden. Het is koud. Ja. En, dit, en dan die mocht weg. En deze, van deze drie mag er ook eentje weg. Dus ja, mocht er iemand zijn die het ook wil doen, voor minder, ja. Dan, dan horen we het graag. Dat, ja. Dat, maar goed, dat... dat is dan wel. Ja, dat is wel weer beter natuurlijk dan. Kijk, ze gaat nu alweer zitten tellen. En ze telt even hoeveel tegels we hebben. Ja, moet die... ze schrokken dat het filmde. Moe wil wel even weten natuurlijk en dergelijk. Ja. En die moet ook nog blijven staan, zei ze. Ja. Maar, goed, maar ja, we moeten maar even kijken wat ze wil eigenlijk. Ja, ik ga het niet doen. Nee. ik heb er ook helemaal geen verstand van. En geen zin in te sjouwen. Dus ja. Dat moet maar even kijken. Ja. Ja, ik weet het. Weet je. Ja, ze kan nu nog lachen. Goh. Maar zo meteen niet meer als... Nee. Ja. Nou goed, we gaan even weer terug. We gaan de richting andere dingen doen. Ja. Hoe gaat het hier? Goed. Wat ben je aan het doen? Ik ben er met James en Levi en Evie. Oké. Okay. Ja, ik haat niet leven hoor. Oh, nee. Maar ja. Oh, wacht, dat was echt gemeen voor mij. Nou goed, je bent dus wel lekker bezig. Ja. Hey, we gaan eten. Oh, gaan we, gaan we nu eten of zo? We gaan nu eten. Oh, ik ga eten. Ja, dus zijn we rustig aan. Ja, lekker. Ja, normaal eet zij heel vroeg. Echt waar nou, het is 6:10 al. Ja, we zijn... Jij eet normaal om 4:30 of zo. Ja, ik eet ook laat. Zo vroeg. Nou, maar ik ga. Heb je al gegeten, Levi? Nou, ik... Komt er eens pieken. Ik belde precies toen was ik klaar. Oh. Oh, ik heb nog niet gegeten. Ik ga naar... Nou, Boebeli, laat je kat maar aan de lijn. Die wil met ons praten. Ja. Vertel maar wat. Mauw, mauw, mauw. Mauw, 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 mauw. Ja. Mauw, 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 mauw. Mauw, mauw, mauw. Wat doet Bobby? Nee, mijn vader. Oh. Nou, we gaan eten. Ja, doei. Doei, doei. Hoe moet ik dit opeten? Het is lekker, maar hoe moet ik dit opeten? Ja, een kippetje. Moet je een beetje helpen, hè? Hup, zo. Het is van Social Deal. Een of andere ondernemer die we nu even ondersteunen. Ja, het heet, hè?
Nou, eet je maar. Je hebt een beetje nasi altijd, hè? Ja. Nasi met een beetje. Dit moet je toch zo afhalen dan bij het kantje. Moet je lekker blijven eten, krabbelen. Ja, oké. Okay, ik ga nog even wachten. Je moet nog eten, hè? Ja, dat is ook. Ik blijf hem ook. Dit ga ik even eten. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!